Er werd nog tot in de late uurtjes doorgewerkt door het PSV-team om alles in orde te krijgen voor de race van zondag. Zo werd de pitstop nog meerdere malen geoefend. En dan zondagmorgen 11 uur. Jelmer Buurman staat klaar op de grid om te beginnen aan de eerste race van de dag. Zelfs PSV-trainer Huub Stevens is aanwezig om Jelmer Buurman een hart onder de riem te steken. En godzijdank gaat het tijdens de race regenen, want dan is Buurman onklopbaar. De coureur uit Ubbergen begint aan een inhaalrace en die mondt uiteindelijk uit in een zevende positie. En er komt voor het eerst dit weekend een glimlach op het gezicht van de coureur. Als je vrijdag tegen me gezegd had, je wordt 7 in de eerste race en die is nat, was ik niet echt blij geweest. Maar ja, nu wel redelijk. Dus. Hoe ging de race precies? Want je lag 18e of je bent als 18e gestart en je eindigt als 7e. Ja, na de eerste bocht volgens mij kon ik een paar pakken. En het was gewoon... Kijk, het probleem is, je kan zoveel harder rijden, maar net zoals in Donington, je ziet helemaal niks. En dan is het gewoon, dan kan je kiezen of je gaat als een dolle op rechtstuk zonder dat je iets ziet. Hou je plank gas en je schiet waarschijnlijk overal langs op. Maar ja, dan is het risico ook groot dat je iemand raakt die net even of links rijdt. Dus ja, dat risico wil je niet nemen. Nu ik 7 geworden, ik geloof 26 punten. En ik geloof dat ik 4 punten achter de eerste plaats aan het kampioenschap. Dus wat dat betreft ben ik tevreden. Alleen hopen dat de tweede race ook goed gaat of beter. Wat verwacht je van de tweede race? Het wordt net zoals de eerste moeilijk om iets te zien. We moeten gewoon kijken. Hopelijk worden we door niemand geraakt. En raken we niemand, kunnen we naar voren komen. En ondanks de pitstops hebben we niet te veel safety cars, hoop ik ook. En dan kunnen we aardig naar voren komen. Schot voor de boeg. Welke plaats ga je voor? Derde. En dan de tweede race, waarin iedereen gespannen de verrichtingen van Buurman volgt. De baan is nog nat en dit werkt in het voordeel van de coureur. Langzaam aankruipt hij naar voren. En uiteindelijk mag hij zijn bolide naast het podium parkeren. En dat betekent een derde plek, zoals de coureur van tevoren voorspeld had. Jelmer, hoeveelste word je de volgende race? Eerste! Maar we gaan eerst natuurlijk nog even terug naar de huldiging. Buurman krijgt de beker uitgereikt door de commercieel directeur van PSV, Marcel van der Bunder. Hierna is er de mogelijkheid voor supporters om met de coureur op de foto te gaan. Nou, het ging fantastisch weer, of niet? Ja, ging erg goed. Op een klein probleempje na wat ik had met de pitlimiter. Die ging er opeens bij het ingaan van de laatste bocht ging die erop. Ik had mijn handen zo en het knopje zit hier, zeg maar. En ik weet niet hoe het kan, maar ineens zat hij erop. Dus tegen de tijd dat ik het door had, toen waren er al 2 auto's voorbij of 3. En toen had ik ook heel veel tijd verloren. En toen moest ik het weer goed gaan maken. Dus dat was heel jammer. Anders dan was ik sowieso tweede geworden, maar goed. En de pitstop zelf, ze waren nog steeds druk bezig. Hoe heeft het team het gedaan eigenlijk? Super. Ik bedoel, we hadden gisteren ontzettend veel problemen. Die waren nu allemaal opgelost eigenlijk. Dus wat dat betreft was het super. Alleen toen ik aankwam, toen stonden er 2. En de ene stond met een bordje te zwaaien. En dat was de verkeerde. En dat dacht ik eigenlijk van tevoren al. Alleen omdat ze zo stonden te zwaaien, dacht ik, nou, misschien moet ik daar zijn. Dus ik kon van afstand, ze hadden ook nog eens dezelfde kleuren. Want het was van AC Milaan. Dus het was echt heel moeilijk om te zien waar ik nou moest stoppen. Maar goed, uiteindelijk gestopt. En toen kon ik weg en... Toen zat ik dus op lege baan in principe. Ik had niemand voor me, dus een paar rondes heel hard gepusht. Ben je dan ook aan het aftellen? Want we hebben hier nou een aantal races gezien en ik kijk dan met scherm en denk, hij is 6e, 5e, 4e, 3e. Zit je zelf ook zo in je auto te tellen? Ja, het is heel moeilijk, omdat je hebt die pitstop natuurlijk en je weet niet precies wie er een pitstop heeft gemaakt en wie niet. Dus het is heel moeilijk. Het enige wat je doet is zo hard mogelijk en zo ver mogelijk naar voren proberen te komen. Dan een paar rondjes voor het eind, als iedereen pitstop heeft gemaakt, dan ga je pas kijken waar je ligt eigenlijk. Deze derde plaats, gezien de voorgeschiedenis van de laatste dagen, voelt dat eigenlijk als een overwinning?
Ja, het voelt supergoed. Het was gewoon drama wat we gisteren hadden. En dan die eerste race die was eigenlijk goed. Maar goed, ja, zevende plaats zegt niet zoveel. Maar wel 11 auto's ingehaald. En ja, nu dan weer vanaf 12 naar 3. Dus ja, ik ben heel erg blij.